Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. In deze vlog ga ik een testritje maken. We gaan het thema natuur in de fotowedstrijd behandelen. En ik ga vliegen. Dus ik zou zeggen, pak een bakje chips, iets lekkers te drinken. Kijk en geniet van vlog 106. Oké, ik ben onderweg zoals je ziet in de Golf 7. Op elektrisch. Natuurlijk, elektrisch rijden, dat is een beetje van nu. En wat gaan we doen? We gaan een testritje maken in een Tesla Model X. Maar hier kijk ik al een hele tijd naar uit. De auto moest nog eventjes gepoetst worden en die was net binnen. Dus moest nog even klaargezet worden. Dus ik ben nu onderweg en dan gaan we echt elektrisch rijden ervaren. Waarom gaan we testritten? Nou, ja, de Golf staat te koop en in principe loopt de advertentie tot 7 februari. Ik heb wel een paar geïnteresseerden, maar of te ver weg of ze vinden hem te duur. Maar goed, ik heb een nette prijs. En als je hem vergelijkt met de auto's van dezelfde prijsklasse, dan zijn er auto's met meer kilometers en minder opties. Dus ik hou mijn prijs gewoon zo en anders hou ik de auto gewoon, want het ding bevalt wel erg goed. Dus het is helemaal geen straf om daarin te rijden. Ik zou zeggen, kijk mee naar de Tesla Model X ervaring. Ja, en daar staat hij. De Van Burg Automotive. Aan de sleutels even halen. Er heeft nog wel meer leuke auto's staan. De GT. Dikke Nissan. Seat. Oh, een T-Cross. Ook echt dik. Een Touran. Mijn Safira. Ik heb genoeg staan. Ik heb er zin in. Het is een mooie dag. Het is nog wel een nat wegdek. Met de Golf krijg ik niet alles op de weg, zeg maar. We gaan het eens ervaren. Ik heb er zin in. Oh, kijk eens. Er staat een hele mooie Opel. Er zit hier, ik weet niet of je het kan zien. Er zit daar een cameraatje in de B-stijl. Er zijn gewoon wel spiegels. Heerlijk gepoetst. Nou, dat is dus mijn eerste Tesla ervaring. Maar kijk de scherm en het is allemaal. Die stoelen die zitten ook super lekker. Ik ga straks eventjes stilstaan en dan ga ik even fatsoenlijk een videootje maken. Want hier zit al zo verschrikkelijk veel op. Dat is eigenlijk te veel om rijdend even te laten zien, zeg maar. Goh. Ja, ik heb hem even op groothoek gezet. Want die deur open. Dat is ook gewoon klik. En de deur gaat open. Het ziet er zo vet uit. Ik denk alleen dat ik zijn, zijn contact zo meteen eens uit moet zetten of zo. Maar ik heb geen idee naar hoe dat werkt. Ik ga eerst eens even wat fotootjes maken ervan. Soft close. Jemig, wat een ding, hè. En als je dan kijkt, hier zo die camera ook. En die camera hier zo in de B-stijl. Mooi, die druppeltjes erop. Dat ding is lekker gepoetst. Daar een cameraatje in. Michelin's erop, 20 inch. Wat een ding, hè. Wow. Oké, we gaan even foto's maken. Daar zit wel zoveel op. Je hoort het gewoon over de speakers, hoor je gewoon vuur knisperen. Kerst? Oh nee, dat gaan we niet doen. Nou, we gaan eens een stukje rijden. Het gaat regenen. Niet of dat een goed plan is, want dat ding schijnt nogal wat power te hebben, maar we gaan een eindje rijden. Het regent nou toch, dus ik moet toch eventjes wachten. Oké. Daar gaan we. Rijdwisser. Even kijken.
redelijk stil. Je hoort gewoon niks. Als ik dus straks gas ga geven, dan kan ik die camera daar niet laten staan, want die ligt geheid op de achterbank. Ik heb al een klein stukje gewoon gereden, maar dat ding gaat er wel echt vandoor. Zeg maar. Dus even kijken of het stuur iets omhoog kan. Ja, dat kan. Juist. Kijk, dan kunnen we alles zien. Oh, rijdt zo'n ding lekker zeg. Er zit zoveel op en ik ben zoveel aan het ontdekken. Hij hoort alleen maar wind. Ik rijd naar gewoon 80. Dat heb ik echt niet in de gaten. Ik heb natuurlijk altijd een keer zo'n Tesla willen rijden. Gewoon eens om te ervaren eigenlijk. Maar ja, zoiets zou gewoon wel voor mij zijn. Ik zou het gewoon kunnen rijden. Nou, je mag je 100, ik rijd 70. Hop, zo. Nou, oké. Okay. Ja, dat is wel bizar zeg. Hij reageert goed. Ik wil natuurlijk niet te hard rijden. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar hij zei van ja, dat ding gaat wel vooruit. Ik weet wel dat er power in zit. Elektro, dat is het meteen. Ik rij nou gewoon 26. En dan gaan we hem even floren. Dat is echt bizar, ik zit op 100. Nee, ja, je mag je maar 100. Nogmaals, ik wil niet te hard rijden, dus ik mag remmen. Maar dat is wel bizar hoor. Wow. Dat is vet, ik zie de stoplichten nu voor me. Kijk, daar. En voor rechts is groen, ziet hij zelfs. Dat klopt ook. En de rest is nog rood. Dus die ziet gewoon wanneer het groen wordt. Ik heb mijn richtingaanwijzer aan, dus hij weet dat ik naar links wil. Nou, de middelste zijn groen. Dat klopt ook gewoon allemaal. Kijk, groen. Hoe geinig is dat, zeg. En je ziet er hier in de hoek nog eentje staan. Nou, dat is natuurlijk... Oh, groen. Ik mag rijden. Ik krijg een belletje dat hij mag rijden. Oké, dit zijn wel leuke gadgets. Nu snap ik wel waarom een Tesla voor gadget freaks is. Dat snap ik echt wel. Ik vind het ook hartstikke leuk. Oké, ik heb hem nu op zeer laag staan. Zeer laag. Ik wil even kijken hoe dat eruit ziet. En daarna ga ik hem op zeer hoog zetten. Nou, op zich. Netjes. Ik ga hem even op zeer hoog zetten. Zeer hoog. We houden tot 24. Ja, zou je even de rem loslaten. Hij is bezig. Nou, gaan we even kijken of die nu inderdaad zeer hoog staat. Ja. Ja, nu is het echt een Q. Gaaf man. Ik ga het even laten staan en dan ga ik hem even een paar keer switchen. Het geluid in de Tesla zit natuurlijk met copyright, maar dat klinkt helemaal prima.
Nou, ik vond het echt een hele gave ervaring. Ik zie Tesla gewoon zitten. En toen zaten we alweer in de auto. Waar naartoe? Ja. Hebben jullie er zin in? Nee. Waarom niet? Ik ga weg in mijn eentje. Ik ga opa en oma helpen met verhuizen. En jij? Heb jij er een beetje zin in? Geen mis, man. Snap ik. Hey ho, let's go. Ja, ik ga er vandoor. Eén koffertje maar. Doei. €16.50, Antalya. Dan ben ik net zo rood als jullie. Ja. Oh, mijn koffer gaat toch nog. Gaan jullie goed op mama pakken? Ja, met jou. Moet op mama passen? Ja? Lief zijn? Ja. Over Bernadette? Ja. Ik ben gewoon op een plan terug te komen. Doei. Doei papa. Ja, we zitten nu op Southampton Airport. Ik vertrek in mijn eentje naar Turkije. Kinderen zijn Marloes hebben me gebracht. En die zijn onderweg naar huis. Maar ik ben veel te vroeg natuurlijk. Maar liever te vroeg dan te laat mijn vlucht missen. Ik heb maar 5 dagen. Woensdag vliegen we weer terug. Dus net op tijd om de vlog te kunnen uploaden. Tja, en als je toch moet wachten, en er is een Starbucks, dan doen we er eentje. Ik heb nog nooit zoveel TikToks opgenomen. Ik heb al 2 flesjes parfum opgezopen. ga gewoon niet goed. Ik moet nog gewoon een half uur wachten voordat ik überhaupt weet aan welke gate ik moet zitten. En het is hier gewoon helemaal leeg. Kijk dan. Helemaal leeg. Hop. Maar daar is de toren. En die gaan ons straks wegloodsen. En daar gaat een vliegtuigje opstijgen. En daar is er net eentje binnengekomen. B09, 3 minuten kan ik inchecken. Ik zeg, nou, we moeten naar B09, we staan B37, dus we moeten nog een eindje terug. Maar in ieder geval kan ik over 3 minuutjes inchecken, dus ik ga die kant op. En dan ga ik lekker mijn telefoon even oplaaien. En als ik dan straks in het vliegtuig zit, dan doe ik mijn oogjes wel dicht. Helemaal alleen. Iedereen zat te wachten nog. Dat was nogal wat sensatie. Er was er eentje die had lopen schelden en er moest security voor komen. Nou, dikke prima. Ik loop lekker naar 7C. 7F. Dus we gaan ook lekker aan boord.
biefstuk besteld. Kijk of ik een beetje gaat. We zijn net buiten de luchthaven, bakje koffie zoals we eigenlijk gewend zijn. Moeders is even naar het toilet, dus ja, gaan we nog een eentje sturen en dan druk verhuizen. Hallo! Leuk! Dat zijn wel leuke lampjes, pa. Hé, hey Jannie, die zoon die moet geen 3 uur in die auto zitten, die wil al 2 uur wil die thuis zijn. Ja. In bed. Dus alle rode stoplichten, daar staat een politieagent en die staat driftig te zwaaien dat we door moeten rijden. Met een zaklampje of een lusje. Ja, ik vind het wel dat ze bezuinigd hebben op de zaklampjes, hoor. Die zie je pas als je bijna stilstaat. Maar er staan wel 6 politieagenten bij om te regelen. Om te kijken of die de lamp hoog genoeg houdt. Ja. Dus groen of niet groen? Hoppa, ga met die banaan. Kijk. Die weg moet helemaal vrij zijn. Ik zit gewoon lekker even veel. Kijk, daar staat er alleen maar zijn zaklamp. Ja, moet helemaal door. Ja, gas. Doorrijden. Oh. Ik moet er alleen maar naar Siemens. Is het een voetbal of zo? Ja, ze komen zo voorbij hoor. Het zijn een paar, of niet? Ja. Dus één voorop en dan een bus en dan weer een politieauto, maar het kan ook een boevenwagen zijn. Is dat ook een politieagent? Ook de oude deur moet erin. Of de geldtransport. Zo! Nee, Alanya Spoor. Zie je wel, voetballer gewoon. Een voetbalploeg. Daar zetten ze, zetten ze 160 kilometer weg aan. Die horen er ook nog bij. Man, allereerst gewoon. Zal ik maar aansluiten? Ja. Schiet wel lekker op zo. Een vrijgeleide. Dat was echt mooi. Ja, dat klank niet meer gezien. The next day. Slapen. Maar niet zo heel lang, we gingen om 2:30 lokale tijd naar bed en het is nu 8:30 lokale tijd. Nou, eens even een bakje doen, kijken of we nog een beetje door kan rollen. Maak een bakje koffie. Ja, en passen ze weer. Kijk. Ik dacht nog een beetje, volgens mij moet er gewerkt worden. Daar loopt de kippenzoek. Daar. Ja, en dan daar de zee. Tussen die gebouwen zie je die blauwe streep, dat is de zee. Daar zo staat de auto van mijn ouders. En daar gaan we alle spulletjes vandaag in doen. Niet alles, maar veel. En dan brengen we naar de nieuwe woning. Nou, we gaan verhuizen.
next day. Ja, en dan kom je dan met je bakje koffie uit de voordeur en dan lig je daar. Succes! Kijk, die kunnen tenminste 24 uur werken per dag. Niet als slappe gelul van 8 uur op. Een bijzonder plekje blijven. Uitzicht over de zee. Deze had mijn hemel voor in de vitrine. Nou, hier zijn we dan nog even geweest aan. En had ik op de heenweg, had ik hier die auto gezien. Daar moet ik natuurlijk even een fotootje van maken. Wat is het daar dan voor beest? Kijk dan. Ja, de pootjes en al. Het is een wandelende tak of zo. En dan moeten we natuurlijk ook even het vocht aanvullen. Ik hoorde je niet geluid. Ik dacht, hé, vliegtuig. Ja, inderdaad. Je riep en ik wist ook meteen wat het betekende. Maak hem erop. Jullie ook. Stop maar, stop. Stop. Door. En dat blijft toch altijd heel bijzonder om te zien. The next day. En wat we hier dus ook nog niet gedaan hebben. Ik weet niet of ze die kennen, maar ik ga het toch proberen. Can I get a hiya? Nee, niemand kent het hier. Dan moeten we ze dan toch eens gaan leren. Hier kennen wij het wel. Can I get a hiya? Hiya? Ja, en toen kwam Golden Hour eraan. Ja, het is echt koud, 17 graden, lieve zot. Oude bonendraaier. Oeh, lekker pannetje. Oh, dat is toch niet slecht. Ik ga even van kommetjes. Oh ja. Sophie, ik ga alles opeten. Moet ik, ja? Dan moet je Nederland eens doen. Ja, dan mag dat zeggen. Dan ben je eigenlijk klaar. Echt, hè? Dan hou het op, dan krijg je een salaris. Zo, dan ik loop dan hier over dat balkje, Hans. Van ja. Rechts naar links. Maar dat grote gebouw was bij ons gebouwd. Oh, daar zit ook helemaal niet vast. Er zit mijn touwtje vast. Waar zit dat vast? Dat zit mijn niet vast. Touwtje. Ja, maar kijk maar, al het eind zit er aan een balkje vast, dat touwtje. Man, moet ik dat touwtje? Oh, ja, maar er zit helemaal niet vast, hoor je dat? Iedere spikkertje in klopt. Met haar eigen had het trappenhuis, de vorige keer was het. Ja, ze zit daar niet vast om overheen te lopen, jongens. Nee. Man. Een stempel? Hier. Ja, oh, ja het zit vast. Ja, ja. Oh, nee, toch niet. Maar hoor.
Morgen. Nou, goedemorgen. Het is maandag. Het is 8 uur Turkse tijd. Dus dat betekent dat het 6 uur Nederlandse tijd is. Dit is het laatste bakje koffie in dit appartement. Oh, als het goed is, komen we zo meteen een paar mensen helpen. Met een grote lange lift. Die buitenom zijn we via een transportband alle zware dingen zoals bankstel en de fauteuils en de tafel, wasmachine, koelkast, vaatwasser, allemaal gaan verhuizen. Het is niet zo heel ver, alleen het zijn gewoon grote zware dingen die toch niet in de auto gaan passen. Het is wel zo, hier zitten we op 3 hoog en daar zitten we op 7 hoog. En als je daar op het balkon staat, dan denk je wel van, oeh, dat is toch een afstand. Als die wasmachine naar boven gaat en die zou eraf kachelen, dan denk ik niet dat die het nou doet. Ik merk wel dat ik eigenlijk veel te weinig heb gefilmd. Gewoon, we gaan spulletjes inladen en zo. Ja, dan sta ik gewoon aan en dan vergeet ik gewoon te filmen. Dus de afgelopen dagen hebben we echt wel een paar keer de auto helemaal volgeladen. En die kant op gereden en alles daaruit geladen. Maar ja, daar heb je gewoon niet heel veel van gezien, omdat ik gewoon niet zo heel veel heb gefilmd. Maar zometeen met die mannen, die komen dan, kunnen wij zelf toch niet meer helpen. En dan staat hier alles al gereed. Die is meester dan toch. En hebben ze die beugel hier aan hangen. En dan sluiten ze straks die lift erop aan. Ah. Ja, en een prachtige uitzicht. Zo met de spulletjes. Kijk, daar gaan de eerste tools. Ook gewoon de GoPro er weer op. Ja, die oude baas die zegt, oh, zet hem er maar op hoor. Ze hebben de ramen er even uitgeklikt. Kijk hier. Toch hard werken dat verhuizen. We gaan naar 7. Dus echt hard werken.
Dus je viert in die cabine, heerlijk. Dus dat met die kraan en dergelijke, dat hebben we gewoon precies op tijd gedaan. Want daar boven zee in de verte komt de regen al aan. En dat gaat zo meteen hier eventjes alles het stof wegspoelen. Dus perfecte timing. We zijn hier in een casino. Heb je lekker gekookt? Ja. Smakelijk. Ja, en hier knip ik de vlog van deze reis in tweeën, omdat die anders veel te lang gaat worden. Ja, en de foto van het thema natuur, die heb ik nog eventjes doorgeschoven naar volgende week's vlog. Want ik zat nu al dik over de 30 minuten en we moesten nog een dag in Turkije. Dus wil je nog een foto insturen, stuur hem naar artnewedstrijd@gmail.com. En het thema was natuur en dat blijft het. Dus tot aanstaande woensdag 12 uur kun je nog een foto insturen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Later.